Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport werkt aan een tussentijdse financiële injectie voor de districtscommissariaten. Ze geeft toe dat de districtscommissarissen geen geld hebben om de nodige ontwikkelingen te brengen in de districten. Dit komt voornamelijk omdat de DC's een lege kas hebben overgenomen. De commissariaten zitten ook met heel hoge schulden. Bezig zijn, we hebben dat ook de problemen aangehaald bij de president. Om te gaan kijken als we dus een tussentijdse injectie, ik noem het injectie, kan geven aan de commissariaten. Zodat ze in ieder geval bepaalde noodzakelijke werkzaamheden kunnen verrichten. De districtscommissarissen zitten ook al geruime tijd met een benzineprobleem. Ze mogen namelijk niet meer bij de vertrouwde service stations tanken. Emmanuel geeft aan dat er alvast gezorgd is voor een tussentijdse oplossing. Wat we hebben gedaan voor de time day hebben we gevraagd dat ze dus nu gewoon tanken bij OW. En we werken dus naar een oplossing. Om dus middelen te creëren voor hun districtsfonds, zodat ze weer vrij kunnen bewegen in de districten. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport.